In 2 dagen tijd zijn er 34 nieuwe positieve COVID-gevallen erbij gekomen. 21 personen die besmet waren met dit virus mochten gisteren naar huis. Op de COVID-19-website is de teller voor het aantal actieve cases gedaald naar 226. Van de 699 personen die besmet zijn geraakt, zijn 456 personen genezen verklaard. 156 personen zijn in quarantaine en in de intensive care unit worden er nu 5 personen verpleegd. 17 personen hebben het leven gelaten door deze besmettelijke ziekte. Eerder heeft het COVID-19 management team aangegeven dat de meeste mensen die besmet zijn met het virus uit de werkende klasse komen. Opmerkelijk is ook dat meer mannen dan vrouwen dit virus hebben opgelopen. De infectioloog Rajesh Ohri gaf op de laatst gehouden COVID-persconferentie aan dat de meeste personen die aan COVID-19 zijn overleden, mensen van oudere leeftijd zijn. Daarnaast kan deze besmettelijke ziekte gevaarlijker zijn voor mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen is de teller wederom bijgesteld en zijn er 726 positief getesten en 241 actieve cases.